Laten we het even hebben over de Belastingdienst. De Belastingdienst kan tegenwoordig de toekomst al voorspellen. En als je dan brieven krijgt in deze tocht die ik heb gemaakt tegen de Belastingdienst, krijg je ineens brieven die in de toekomst zijn gedateerd aan jou. Dus de toekomst kunnen ze al goed voorspellen, terwijl ze nog constant achter de feiten aanlopen. En achter de feiten aanlopen, dat doen ze. De toeslagenaffaire is nog steeds nooit opgelost. De kinderen zijn nog steeds verdwenen. En ze kunnen wel in de toekomst kijken wat jij moet gaan betalen. Vind jij dat nou niet bijzonder? Oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Ze moesten duizenden, tienduizenden en soms 100.000 euro terugbetalen. En niemand hogerop geloofde in hun onschuld. Vooral de Nederlandse staat niet, die er juist is om al zijn burgers te beschermen. Dit heeft mijn leven verwoest. Ja, dit heeft echt mijn leven verwoest, ja. Dit is een van de vele slachtoffers in de kinderopvangtoeslagaffaire. Oftewel de toeslagenaffaire. De reden dat kabinet Rutte 3 is gevallen. Waarna kabinet Rutte 4 gewoon wel lekker doorging. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Hoe kon deze ellende jarenlang doorgaan? Tienduizenden gezinnen in dit land zijn hier kapot aan gegaan. Zijn hun kinderen kwijtgeraakt, hun huizen en hebben hun hele toekomst in duigen zien vallen. En het wordt hoog tijd dat wij met z'n allen aan het licht gaan brengen wat de misstanden zijn in deze wereld. Dat betekent dat we eigenlijk hopen dat je ons een kans geeft en dat je bij ons aan gaat sluiten. Maak alvast een profiel aan op www.silentwarriors.nl en de toekomst gaat fantastische dingen brengen. Daarnaast kun je nu nog in Telegram, op Telegram, in ons kanaal aansluiten om alle informatie te vinden om jou wijzer te maken dat je al bent. We spreken je daar misschien en tot snel.